is het hoofdveld. Dit zijn de trainingsvelden. We staan nu ongeveer daar. Ja, we gaan symbolisch de middenstip overhandigen. De middenstip van het stadion het Ploegske. Daar heeft NAC gespeeld tussen 1916 en 1931. Door oude kaarten op elkaar te leggen, zijn we in staat geweest om te kijken van nou, hier ongeveer moet het veld gelegen hebben. De middenstip heeft gelegen waar nu de achtertuin is van de bewoners van de Spadestraat nummer 4. En die gaan wij eens aangenaam verrassen. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt en als... Hey, hoi! Kom we hebben. Hey. Kom we hebben. Hey. Hij kwam iets aanbieden. Zo spannend, hè? Heel spannend, spannend. Hè? Blijft een verrassing. Ja. Hey. Oh. Super. Dat hadden we niet helemaal zien aankomen. We hadden wel mensen verwacht vandaag. Maar hiervoor niet helemaal. We vieren eigenlijk vandaag ons eenjarig huwelijk. Dus nou, dat dit erbij kwam kijken was wel heel erg leuk. Hier was het, John? Hier was het blijkbaar. Ja, ik heb er nooit gestaan, hoor. Zo oud ben ik nog niet. Dus, Meneer Van Twist, u deed met NAC-trainer John Karelsen de onthulling. U was hier op deze plek al in 1926 als klein NAC-supportertje. Kan u zich nog iets herinneren? Helemaal niet. Alleen dat café op de hoek. Op de hoek, daar dat café, Ploegske. Dat kan ik me eigenlijk nog herinneren. Maar verder zien. En dan ook mijn volk, hè. Maakt uw huis nog bijzonderder dan dat het al is. Dus dat is wel echt heel erg leuk, ja. Nu mooi bedevaartsoord natuurlijk, hè, voor de NAC-sporter.